Wij zijn de Universiteit van Vlaanderen. Wij zijn hier vandaag in Hasselt en we gaan een aardbeving meemaken. We gaan nu kunnen testen of dit gebouw blijft staan of instort tijdens een aardbeving. Dit is Hervé de G, bouwkundige aan de U Hasselt. Hervé en zijn team doen onderzoek naar de manier waarop aardbevingen gebouwen beschadigen en doen instorten. En hoe ze die schade zoveel mogelijk kunnen beperken. Kan je een huis aardbevingproef bouwen? 100% aardbevingproef bouwen kan zeker. Er zijn technieken zoals bijvoorbeeld isolatie van de gebouwen. Dat zijn gewoon supergrote rubberblokken die onder de fundering van het gebouw zijn geplaatst. Een beetje losgekoppeld worden van de grond en dus de trillingen van de aardbeving niet meer voelen. Maar dat zijn zeer dure technieken en dus in de praktijk wordt het enkel gebruikt in Japan, in Californië. Dus zones met een zeer hoog risico aan aardbeving. Wij leven gelukkig niet in zo'n zone. Bij ons komt een zware aardbeving eens in de 300 à 400 jaar voor. Maar het kan dus wel. En het precieze moment waarop het begint te beven is eigenlijk onmogelijk te voorspellen. We hebben een alarmtijd van een tiental seconden, maar niet meer dan dat. Dus het kan voor morgen zijn of evengoed voor binnen 100 jaar, we weten het niet. Maar zijn we dan wel voorbereid op zo'n zware aardbeving in België? Dus op papier zijn alle gebouwen, of moeten alle gebouwen, voldoen aan de seismische normen sinds 2011. Dat betekent niet dat het altijd het geval is. Dat is soms een kwestie van implementatie door de architecten, door de ingenieurs. Voor de belangrijkste gebouwen, ik noem maar op ziekenhuizen, scholen en dergelijke, is dat wel het geval. Voor een normaal huis soms niet. Hoe begin je daar nu aan? Een gewoon gebouw, aardbevingsbestendig bouwen. Het basisprincipe is om voldoende sterkte en stijfheid te geven aan het gebouw tegen horizontale belasting. De klassieke horizontale belasting voor een normaal gebouw, dat is de wind. Dus de wind gaat eigenlijk waaien tegen de gevels en dat zorgt voor bepaalde horizontale krachten. Voor de aardbeving kunnen deze horizontale krachten veel hoger worden en dus dat betekent dat we nog stijvere en nog sterkere gebouwen gaan moeten ontwerpen tegen deze horizontale belastingen. Het hoofddoel van seismisch ontwerpen is het niet instorten van de gebouwen, dus de veiligheid van de mensen. Het tweede punt, dat is de beperking van de economische gevolgen van een aardbeving. En dat is altijd een evenwicht te vinden in dat geval, vooral tussen de meerkosten tijdens de bouw en de kosten van herstellen na de aardbeving. Hervé denkt hiervoor dé oplossing te hebben gevonden. Het beton van een gebouw verstevigen met een stalen exoskelet. Het ontwerp is eigenlijk zo dat de schade zich moet optreden eerst in het staal en niet in het beton. Want beton is moeilijk repareerbaar. Ook zijn er technieken, maar dat is minder evident. Voor staal mag je gewoon de stukken vervangen eigenlijk. Dat kan je vergelijken met wat gebeurt in een elektrische circuit met de zekeringen. Dus we creëren opzettelijk een zwak punt in het systeem, maar op een gecontroleerde manier. Dus we weten dat er schade gaat gebeuren, maar we weten precies waar. En we kunnen dan alles na de aardbeving gewoon vervangen. En om dat te illustreren, hebben we er even wat Duplo bijgehaald. De grond gaat trillen. En door de grond te laten trillen, dat is wat kan gebeuren. Eerst een vloer die weggaat. En als het sterker begint te trillen, dat is van alles. En dan nu. Hetzelfde experiment, maar met Hervé's nieuwe bouwtechniek. Dat is wat we doen met ons systeem, met de stalen kolommen. Dus hier heb ik mijn eigen kleine schaal stalen kolommen. En dat gaat eigenlijk vastgemaakt aan de resten van de structuur. En als er iets gebeurt tijdens de aardbeving, gaan we ervoor zorgen dat de schade zich optreden in het staal. En dat is makkelijk te vervangen achteraf. Dat is de theorie dus. Het werkt met Duplo. Maar werkt het ook met een echt gebouw van beton? Dat is wat ze hier vandaag testen. En dat hoor je. Dat zijn de bouten van de stalen verbindingen. Er is altijd een beetje speling in de bouten en elke klak, dat is eigenlijk een stuk van de verbinding die eigenlijk zijn juiste plaats gaat proberen te vinden.
We simuleren wat zou gebeuren tijdens een echte aardbeving. Dus niet door alles te laten trillen. Want tijdens een aardbeving zijn er geen feitelijke krachten op de muur. Dat zijn trillingen van de basis en dan bepaalde vervormingen. Aan de hand van de blauwe dingen die we hier zien, kunnen we krachten uitoefenen op de muur totdat we een vervorming van het systeem gaan bereiken. Geen echte aardbeving dus. In plaats daarvan zetten ze die muur zodanig onder druk dat precies dezelfde vervormingen optreden als tijdens een echte aardbeving. En dat doen ze in slow motion. Ja, in een werkelijke aardbeving, een heen en terug beweging van de ganse structuur, dat duurt ongeveer een kleine seconde, om zoiets te zeggen. Hier gaan we dat simuleren, nemen we een paar minuten om dat te simuleren. Ja, het voordeel om traag te testen, dat is voornamelijk dat we echt van alles kunnen controleren. En we beginnen met relatief beperkte vervormingen. Dus we zijn gestart met plus min 5 centimeter. Ook zijn er maar 5 à 6 centimeter. Gaat het gepaard met krachten van in de buurt van 20 ton. Dat is het gewicht van een 30-tal olifanten. Die tegen de muur horizontaal zijn aan het duwen. Ons doel is om voor de simulatie van heftigere aardbevingen dan tot plus min 10, plus min 15 centimeter te gaan. We weten dat met 15 centimeter schade gaan optreden. Punt is waar precies. En op basis van onze theoretische modellen denken we te weten waar de schade gaan zich bevinden. Maar dan kunnen we het checken met onze full-scale modellen. En wat vindt Hervé nu zelf van de resultaten? Een beetje verrassend in die zin dat het systeem iets meer flexibel is dan voorzien, volgens de berekeningen. Maar wat aardbevingen betreft, dat is eerder een voordeel. We hebben een klein verschil tussen de voorspellingen en de vaststellingen, maar uiteindelijk is het verschil in de goede richting. Dus we gaan zeker onze ontwerpmethode iets moeten herzien, maar lichte aanpassingen om te laten matchen met de vaststellingen. Amai, wat een dag. Mijn eerste aardbeving en hopelijk ook mijn laatste. Bedankt Hervé voor deze ervaring. Wil jij meer wetenschapsvideo's zien? Abonneer je dan zeker op ons kanaal. En voor de rest, tot de volgende.